er eentje op haar manier aan het eten. Ze krijgt iets voor het eerst. Ja. Ik heb een bakje vlees uit een diepvries gehaald, speciaal voor diertjes. Ja, lieve vrienden, ik heb gescoord. Een jas, zoals jullie allicht zien. Enkel, het is heel moeilijk te zien. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer 13.34 uur en we leven alweer op zondag 5 juli. Ja, en morgen is het weer een lekkere dag en dat heb ik gisteren al wel vernomen. Ik ben gisteren de hele dag ziek geweest, beroerd geweest. Ik mankeerde van alles en nog wat, behalve het goede. Dus ik heb gisteren niet gevlogd, dus we beginnen vandaag vrolijk opnieuw. En ja, wat is? Nou, kom dan. Kom dan. 1, 2, kom dan. Goed zo. Hebben we onze Ewin. Los. Hé? Ja, meisje. Hé? Dit is ons meisje. Ja. Maar in ieder geval, we zijn er weer. Ik ga zo even met Rijka lopen. En de boel hier ook even opruimen, want ik is gisteren wel aan het werk geweest, maar op een andere manier. Ik heb daar helemaal niks gedaan. En ik heb een filmpje in elkaar gerend, dat ik heb plaatjes gemaakt. Ook voor mijn lieftallige moedertje die morgen jarig had kunnen zijn. Als het nog op aarde bij ons had mogen zijn, maar ja, helaas is het er ook niet meer. Dus daar heb ik een plaatje voor gemaakt. Ik heb voor Facebook zelf een plaatje gemaakt. Dus ja, en dat plaatje voor Facebook, dat gaf me heel veel werk, want daar heb ik meer van gemaakt dan eigenlijk moest. Dus ja, het was enkel maar voor een meisje bedoeld, maar ik heb het tevens afwisselend gemaakt voor een jongen en voor een meisje. Dus dan was het weer rood, dan was het weer blauw, dan was het weer rood. Ja, dus ja, wat wordt het? Als je dat nog niet weet, is zo'n plaatje hartstikke leuk. Hé, ja, dat, maar in ieder geval, en ik moet proberen mijn jurk nog te maken, want dat ben ik gisteren ook niet aan toegekomen. Ik moet de garen nog opzoeken, een heleboel, maar of ik de juiste kleur zal hebben, I don't know. Maar ja, komt goed, dat zal ik ook proberen naar te zoeken. Ik ga zo eerst even met Rijka uit en dan voor een vel zorgen. En dan komt het allemaal wel weer goed, hè? Ja, dan Rijka, of niet dan? Hé, hey. Ga je sleetje rijden, hè? Jeuk en de kont. Ach, goedje toch. Hé? Hey? Maar oké, okay, ja, we gaan er gelijk uit ook in, ik zou zeggen, we spreken elkaar straks toch weer. Ja hoor. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Is er eentje op haar manier aan het eten? Ze krijgt iets voor het eerst. Ja. Ik heb een bakje vlees uit een diepvries gehaald, speciaal voor diertjes. Hup. Ze nam me net eerst mee helemaal naar de bank een paar keer. Geweldig. Neem ze wat in de bekkie en dan hup naar de bank en meisjes plekken. Is het lekker, kind? Legt ze daar een heel hond neer op de grond? Allemaal kind. En ik. Oh, mal meisje. Maar ja, ik ben ook met koffie voor mezelf even bezig. En ik heb heel wat werk verricht voor YouTube, dus ja. Nu het laatste filmpje bezig. Zoals jullie het daar zien.
Is het lekker, kind? Ja, die is al leeg. Oh, wat lekker, kind. Ze pluist het uit elkaar of zo. Kleinere stukjes. Voordat ze het eten gaat. Een mal beest. Nog nooit meegemaakt. Wel om te proeven even, maar als ze eenmaal de smaak te pakken hebben, gingen ze door. Nou, ruim je het wel weer op. Hoppakee. Oh. Ja. Doe maar, ga maar kijken dan. Ga maar kijken. Oh, nou naar de band. Geen beestje. Nee, niet naar boven. Ze smakt erover. Ik hoor het hier heel. Zit ik bij de tuindeur. Hé, hey, kind toch? En hier zit een ander kind. Onze prinses Eowyn, hè? Toch? Niks zeggen? Ook goed hoor. Klaar, Rijka? Waren we klaar? Nou dan, dik buikje rondgegeten? Hé? Hebben we het buikje weer rondgegeten? We zullen even kijken, hé? Vrouwtje, even kijken? Nou, we gaan even kijken. Brokken, dat is sporadisch als ze daar iets van eet. Maar ja, laten we gewoon staan. Ja, er zit een chippy in. Eeuwen, die had het ook al op. Nep. Zo, nou ja. En ik heb de kleur garen van mijn jurenknie. Dus moet ik even halen. Ik heb het al wel gespeld. Dus ja, komt morgen goed. En die is ook klaar. Nou, dan kan ik die ook naar YouTube brengen. En dan moet ik weer opnieuw de filmpjes in mappen doen. En kijk, dan moet ik eentje terug. Kijk. Van die naar die. Dat zijn allemaal de filmpjes. Dus rutsie. Helemaal nou ja, naar boven, daar naartoe. Ja, ik zie er geen foto's tussen, dan enkel de eerste twee. Die en die. Verder niet. Dat zijn het allemaal filmpjes, dus dan moet ik allemaal uitzoeken hoe en wat. Ja, ik zie Jan al bijeen zitten, dat was vorige week. En dat we op de dijk waren, zie ik. En mijn verjaardag, dat ik lampjes ophing. Dus ja, dan zit Corrie ook ergens ertussen. Maar ja, en ik zie daar Karin zitten. Dat was nog voor mijn verjaardag. Ja. Echt wel.
echt wel waar. Nee, dat is ook Jan. Ja, dat is ook Jan. Ik zie Corrie 1, 2, 3 niet. Maar die is wel op de film hoor. Ja, zeker weten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we gaan die dame daar uitlaten. En dat meerkoetje op dat nestje wat ik aan het zoeken was, dat is verdwenen. We vermoeden daar, de buurt daar ook, dat die nest gewoon meegesleurd is door de wind en met de stroming van het water. Dus ja, helaas pindakaas, dat kunnen we niet meer volgen, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder en dan ga ik ook doen. Ik ga zo eerst het filmpje even naar YouTube brengen en dan ga ik Rijke uitlaten. Ja, met jouw meisje. En jouw weerkam is zo meteen. Ik ben er iedere keer aan het behandelen tegen die smerige meelopers. Ja, die maar met haar meelopen, hè. Ja, die wil gratis meereizen, hè. Ze betalen er niet eens. Nee, potverdikkie. Wel jeuk geven. Ja, ik heb er al ingespoten, maar het wil allemaal niet helpen. Maar ja, mij is verteld dat het ook nog eens een keertje zandvlooien kan wezen. Nou, die blijven gelukkig niet bij de, maar ze hebben er wel last van. Ja, had ik ook. Ik had vorige week ook last van zandvlooien door die warmte. Nou, en zij is lager bij de grond. Dus ja, zij heeft nog meer last. En dan ook de vacht nog en alles. Maar oké, we hopen dat het goed gaat komen. En morgen zal ik ook proberen even te bellen met de dierenarts. Even een afspraak maken voor na 18 juli. Want dan 18 juli is jarig. En dan even een paar dagen na de 18e gaat zij, wil ik haar onder het mes hebben. Krijgt ze een mooie ritssluiting. En dan kan ze geen puppies krijgen. Nee, is ook niet nodig hè. Nee. Een klein lijfje van jou, hoef ik niet. Nee, wil ik niet hebben. Nee, ik weet ook niet waar ik ermee naartoe zou moeten. Nee. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Doei doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 6 juli. Deze film draag ik op aan mijn moedertje, die er niet meer is. Ze had vandaag jarig kunnen wezen, dus mama, van harte gefeliciteerd met je verjaardag daarboven in de hemel en maak er een feestje van. Ja, met z'n allen, hè. Pas op. Ga ik Rijke uitlaten. Ik moet weer even boodschappen doen, want ik ben door mijn kaas heen. Ik heb geen kaas meer. Ja, nog een heel dun stukje. Ik weet niet eens of ik dat nog kan besnijden met de kaasmes, maar ja. Zo heb ik ook nog andere dingen nodig. Ik moet met mijn jurk weg. Ik haal de spelden er weer uit, anders ga ik me zeer doen daaraan. Dus dat gaat het er niet worden. Ik moet daar even garen bij halen, want ik heb die kleur garen niet. En ik denk dat ik hem dan toch anders ga naaien. In plaats van zoals ik het nou gedaan heb. Ja, maar dat komt ook allemaal wel goed. Ja. Wordt allemaal wel goed. Ik weet het denk ik nog niet. Maar het is ook nog niet noodzakelijk kwaad. Ik heb meer kleren dan enkel dat. En ik ben ook weer schoon en fris en monter. Rebecca komt niet. Die komt woensdag en vrijdag. Dus ook helemaal oké. Deze week werkt zij voor het laatst en heeft ze 2 weken vakantie. En dan krijg ik zo'n ander. Die heet bij toeval ook Astrid. Maar die hebben jullie geloof ik al een keer gezien, dat weet ik niet zeker. Maar ja, ze heeft ook een keer meegedaan met een of andere wandeltocht. Toen heb ik er ook op de vlog gehad. Maar in ieder geval, hulp in de huishouden mag je nou eenmaal niet vloggen met ze in hun vrije tijd bij je komen. En dat is met haar nog niet het geval geweest, nee. Maar in ieder geval, we beginnen mee om Rijka dus uit te laten. En het is in huis warm, ja, 23 graden, dus ik smelt. Maar buiten is het een aardig stuk kouder, ja. En dan moet ik ook nog een winterjas aan. Maar wat ga ik ook vandaag doen? Ik ga ook eventjes kijken of ik voor een zomerjas kan scoren. Ik heb geld voor mijn verjaardag, dus we gaan kijken. En ik heb ook nog een tegoed. Ja, het is een pasje, het is net een bankpasje voor de vlaag.
Dus ja, we zullen beleven hoe en wat. En ik laat natuurlijk alles lekker zien aan jullie als ik weer ermee terug ben. Ik zou zeggen voor nu, maak er een gezellige boel van. Ja, het weer is onstuimig. Dan regent het met storm en windvlagen en dan is het mooi weer. Dus ja, het is... je krijgt alles cadeau, moet je maar denken. Je moet alles gewoon even uitpakken en dan moet je maar accepteren. Ja, toch? Maar oké, er zit er ook eentje hier bij mijn stoel, dat is Kandal. Daar zit Ewin. En Rijka die zit voor het raam, staat voor het raam. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb gescoord. Een jas, zoals jullie allicht zien. Ik denk dat het is heel moeilijk te zien. Dus we gaan weer voor de spiegel staan. En ik draai jullie om als dat wil. Kunnen jullie niet zo zien? Ik denk het niet, hè. Even dichterbij. En dan ga ik weer weg. Ja. Nou, hij frichtte mij op wat mij verteld. Ik had eerst een andere kleur aan. Wel hetzelfde. Maar ja, ik ben er blij mee. Ik zoek nog een jas met een fluiting. Want deze heeft geen fluiting, dan alleen een ceintuur. Ja, het is een omslagjas. En ja, hij staat me heel goed. Kijk, daar heeft die ceintuur. Ook twee buizen erin. Aan weerskanten. Dus ja, helemaal netjes en leuk. Het is een zomerjasje. Dat zijn gewoon gaatjes hoor. Ja, daar kun je met je duim en alles doorheen. Ja, kijk maar. Maar ja, hij is hartstikke leuk. En ik zoek nou nog eigenlijk een en die dan dicht kan. Maar ik heb nou in ieder geval wat. Ja toch? Nou ja, daar is mijn oude jas. Voor die jurk ben ik nog niet geslaagd, want die winkel die is was dicht. Die gaan er uit. Even op de stoel. Dus nog morgen weer. Dan hier zit die jurk in. Dan moet ik garen voor hebben. Ja, en dan heb ik boodschappen. Maar dat laat ik jullie zo wel even zien. Ik ga nou eerst even me ontdoen van de grovere materiaal. En ik ben natuurlijk ook bij de slager geweest, maar dat laat ik jullie ook straks even zien. Ik ga nou eerst me ontdoen van mijn jas en die even alles ophangen, et cetera. En dan kom ik weer aan toe. Ik zou zeggen tot de dag aan. Nou ja, ik heb de boel even tot zover opgeruimd. Ik kan het laten zien. Een tas met boodschappen. Ja, onder andere wat ik had gekregen van mijn verjaardag, van het slager, zit hierin. Ja, nou, dan gaan we kijken. Ik zal er even wat onder leggen. Even kijken. Jullie naar achteren. Zo. Dat hebben we. Nou. Een klein beetje salade. Ik weet helemaal niet wat het allemaal is, maar het boeit me niet. Het is zomaar klaar. Stokje eraf en dan in de koekenpan klaar ermee. Die is ook binnen een minuut klaar. Wat het is, weet ik ook niet meer. Iets van kip, dacht ik. Eiersalade. Kipsnitzel, dat is die. Dat is een kipsnitzel, die wou ze kruiden, nou dat vind ik niet nodig, ik zal wel, ja toch? Het zakje is nou trouwens leeg hoor. Het zijn eigenlijk vier dingetjes. Dan is dit de rundsnitzel. En dit is kip op stok. En dan kun je nagaan wat je hier dan voor betalen moet. Ik vind het vreselijk duur, daarom haal ik ook nooit bij een slager zelf vlees. Ik vind dat gewoon te duur. Contant €8,90. Ik heb een klein beetje bij moeten betalen, maar ja, ik weet het even niet meer.
eiersalade, want ik hield geld over. Ik zei, nou, ze doen dan maar een beetje eiersalade. Nou, dit kleine beetje, hè. 1,81. Vind ik nog wat. Dus ja, ik ga nooit naar de slager toe. Dan ja, voor Rijka een bot halen. Dat is iets van, nou ja, 2 euro zeg maar. Dat is het enige wat ik bij die slager doe. Voor de rest, bekijk het maar. Ja, toch. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb nou, ga ik deze lekker vanavond bakken. Ja, lekker. Die gaat op de aardig, dan vergeet ik het. En dan gaat de rest lekker in de koelkast. En ik, oh ja, ik moet er nog een foto van maken. Want ik moet er terug even die foto laten zien aan mijn vriendin waar ik het voor gekregen heb. Maar ik snap niet dat zij dat doet. Want zij heeft zelf amper een cent te maken en dan toch naar een dure slager toe. Waar zit je verstand, vraag ik dan. Maar ja, wie ben ik? Het is lief bedoeld en ik zal er lekker van eten en lekker van genieten. Dat echt wel, maar ik vind het zonde van mijn geld. Ja, echt. Dus ja, ik zal daar een foto van maken zometeen en dan komt het allemaal wel weer goed. Ze zeggen, lieve vrienden, ik ga de rest ook even opruimen. Vleeswaren en kaas en toiletpapier en wat wijn. Want dat kan zo gezellig zijn met wijn. Nou, ik drink niet veel, maar ik heb dan wel voorraad, weet je. Dat hoef ik niet continu naar die winkel te lopen om wat te halen. En ook met mijn vleeswaren doe ik dat. En met de kaas. Dat, maar de rest komt door. En dat doe ik ook met de dieren. Voorraad halen hoef je niet iedere keer heen te klungelen. Hé, Ewen? Ewen die zit mooi op de vensterbank achter de bank daar op het hoekje. Gaat ze likken en daar zit... staat Rijka. Ik kan altijd buiten. Dus ja, allemaal gezellig en wel. Ik ben geslaagd, daar ben ik blij om. Enkel dat ik moet nog garen halen. Dat doe ik morgen nog wel, want dan is die winkel wel open. Vandaag niet. En we zullen het beleven. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van alles wat jullie aan het doen zijn. Of gaan doen, of weet ik veel wat. Whatever. En ja. Gezelligheid, hè? Gewoon gezellig wezen. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei!